team tonight? Okay, wat het resultaat betreft, niet zo gunstig voor ons. Je speelt thuis en sowieso als je thuis speelt, wil je toch wel winnen om een goed uitgangspunt te hebben. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Okay. When it comes to the result, it's not a good result for us because when you play a home game, you need to win. And we didn't win. So the starting position for us for the next game is not so good, in my opinion. Over de prestatie van het team mag ik best wel tevreden zijn. De jongens hebben heel hard gewerkt om toch wel op de nul te spelen. In principe zeg ik nog een goed uitgangspunt voor ons, hoe we op de nul hebben gespeeld. En dan kijken we verder wat er gebeurt. Bij de return wedstrijd. Our players really did their best very hard. They did everything to win the game. We had a draw, but basically a draw is also a good starting position for the next game, for the out game. Okay. Opening question for coach. You go ahead. Roberto, in de eerste helft merk ik dus dat er heel veel pressie op jouw ploeg wordt uitgeoefend door de Haitiaanse ploeg. En wat ook opmerkzaam is, is dat er één spits voorin speelt en de meeste spelers van je op het middenveld spelen, waardoor die aansluiting naar voren een beetje niet vlot loopt. Is dat een tactiek van jou geweest om zo te starten? Want in de tweede helft heb ik wel gemerkt dat Robinhood toch beter in de flow kwam in die wedstrijd. In de eerste helft waren er ook heel wat verkeerde passes. In the first half, coach, I've noticed that your team played with only one striker. The Haitians put a lot of pressure on your team and you had a lot of players playing in the midfield. Was this a kind of tactic of yours or did it happen to be so? Oké, bij elke wedstrijd kom je met een speelplan. En dat speelplan moesten we uitvoeren. We hebben onze strategie afgestemd op de kwaliteiten die we nu bezitten binnen Robinhood. Oké, for every game you have a game plan. And during the game I adjusted my game plan and you make a game plan based on the qualities of the players you have in your team at this moment. Verder wisten we dat Capua, ze zijn professionals. We weten dat de druk, de pressie hoog zou zijn op onze jongens. Dus dat betekende dat we sneller moesten handelen. Boys hebben gekozen om toch wel compact te blijven, zodat we heel veel of helemaal geen ruimte weggaven of moesten weggeven aan de tegenstander. En ik moet zeggen dat we niet ontevreden mogen zijn wat dat betreft. De spelers hebben heel hard gewerkt. En doordat we toch wel een afwachtende houding namen, wilden we ook op die counter spelen om zo tot een doelpunt te komen. We knew that AS Capoise is a professional team. They put a lot of pressure on us, so we had to find something against that. And that was to play very compact and short, especially in the midfield, to prevent them from penetrating in the center. Okay, further questions? Maken van doelpunt is de laatste wedstrijden toch een beetje een probleem bij jouw ploeg, Roberto. Je gaat nu uitspelen. Hoe ga je dat probleem oplossen? Recently, your team is not really scoring goals. And the next game will be in Haiti. How will you cope with this? What will you do? Well, ik zei het al, de kwaliteiten die wij nu hebben, aan de hand van die kwaliteiten gaan we onze tactiek weer toepassen in de tweede wedstrijd. Zoals u weet hebben we een aantal key spelers zijn we kwijtgeraakt, vooral ook in de aanval. En voor mij is het nu belangrijk dat als we weer zo gedisciplineerd spelen in die tweede helft, hebben we maar één doelpunt om over te gaan. En we gaan toch kijken hoe we dat ene doelpunt kunnen maken als we uit moeten spelen tegen Haiti. Okay.
Like I said before, your game plan is based on the available quality of players you have. We do miss our key players, our strikers, but in the away game, we only need one goal to score, and with one goal will be sufficient for us to get into the next round. Okay. Do we have a closing question? Go ahead to the back. Roberto, we hebben gemerkt dat er vandaag veel verkeerde passes waren. Was er een beetje zenuwen bij de jongens voor het eerst in zo'n verband spelen voor eigen publiek? We've noticed, Mr. Coach Roberto, that you in your team we had a lot of false passes and wrong passes. Were your players nervous? What was the reason? Bij zulke wedstrijden weet je dat je je speelt tegen in principe een sterke tegenstander. En ook de tegenstander maakt dat je verkeerde passes kan geven, de manier hoe er druk werd gezet. Je zag dat de tegenstander toch wel explosiever was. Dus dat kan ook gemaakt hebben dat spelers steeds weer onder druk kwamen te staan. Waardoor ze ook verkeerde keuzes maakten en verkeerde passes gaven. Maar dat is normaal. Belangrijk is dat wij verdedigend vooral de wedstrijd onder controle hadden. Wij raakten geen moment in paniek. We lieten Capua voetballen, in principe in balbezit voor ons. En wij vonden het niet echt nodig om in principe uit onze organisatie te gaan spelen. Nogmaals, die jongens hebben zich heel goed gedisciplineerd gedragen. When you play against a good opponent, you will have a lot of false passes. Also in this game, our adversary was very good. They had a strong way of playing in the midfield, and they put a lot of pressure on us. So they also forced us to make mistakes. But then again, we knew that they would be putting a lot of pressure on us, so we fell back on our own half and waited for them to come. So defense-wise, my team played very good, and I think that will be a good starting position for the next game. All right, do we have any final questions? Okay, so just before we close, I just want to make an announcement for the members of the local media. You can